Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 5 HAVO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. We gaan even kijken naar wat sommetjes van vandaag. Dus laten we even kijken naar het bord. Nou, we hadden afgesproken dat ik in ieder geval iets zou zeggen over som 6. En bij som 6 zeggen ze: bij het cijferen van afvalwater gebruik men het begrip biochemisch zuurstofverbruik, bla 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 bla. Nou, het gaat erom, die waarde is 300 milligram per liter. En hoe schoner het water, hoe minder het is, die 300. Dus dan wordt het 100, dan is het schoner. In het laboratorium van een zuiveringsinstallatie gaat men ervan uit dat die waarde met een factor van 0,845 per dag afneemt. Oké, dus eventjes opschrijven. Dus ik begin met een waarde van 300. En waar het steeds mee wordt vermenigvuldigd elke dag, is die 0,845. Oké, nou, en dan zeggen we, maak een formule. Oké, nou, dus laten we die, dat noemen ze dan het BZV, dus laten we dat dan maar even B noemen. Hoofdletter B. Hoofdletter B is begingetal maal groeifactor tot de macht T. Dus als je voor T 0 invult, wordt het 300. Als je voor T 1 invult, wordt 300 vermenigvuldigd met dit getal. Als je 2 invult, wordt het vermenigvuldigd met nog een keer dit getal enzovoort. Dus laten we dat even kijken hoe dat eruit ziet op de rekenmachine. We gaan een tabelletje maken van het spul. Het scheelt een heleboel gedoe. Dus we voeren in Fx is 300. Keer 0,845 tot macht x. En dat moet je dan even opschrijven. Dan schrijf je fx is 300 keer 0,845 tot de macht x. Oké. Okay. En dan maken we even een grafiekje ervan. Nou, dit is een mooi grafiekje toch? Dus je ziet dat het bij 300 begint en dan wordt het steeds minder. Oké, nou, dat is de formule. En we hebben hem ook alvast in de rekenmachine gezet. Want, dat hebben we nodig bij som B. Bij som B zeggen ze, hoeveel neemt volgens de formule het af in de eerste week van de zuivering? Nou, de eerste week van de zuivering, dat is tot en met dag 7. Dus dan moeten we hier 7 gaan invullen. En dat kan je op de rekenmachine doen, door gewoon te zeggen van, nou ja, ik wil dat x is 7. En dan geeft hij een waarde, dan geeft hij fx, f7 eigenlijk. Je kan gewoon die 7 intoetsen. Dan komt hij hieronder in beeld, dan doe je enter. En dan krijg je hier het getalletje, 92,28. Oké, hoeveel decimalen? Dat staat er niet, dus laten we het eventjes een aantal decimalen meenemen. Dat is leuk. Zo. En dan is de vraag, hoeveel is het afgenomen? Nou, dus de afname is van, je had eerst 300 en nu heb je dit. Dus hoeveel is er dan van afgegaan? Nou, dat bereken je met 300 min de 92,28. Dan even kijken hoe we dit getal kunnen kopiëren. Zit het misschien in ans? Dat weten we niet. We gaan even kijken. Want zo goed ken ik deze rekenmachine helemaal niet. Zo. Ans. Nee, het zit niet in ans. Kunnen we misschien die functie intoetsen, dat we gewoon doen f haakje openen, 7 haakje sluiten. Interpreteert hij dit als die functie? Ja, oké, okay, dan hebben we hier het getal. En dan moeten we doen 300 min dat getal. Dus dan doe je 300 min dat getal, ans. En dan kom je uit op een afname van 207,7. Is de afname. Het helpt altijd als je even bij je antwoord zegt van wat heb ik nou eigenlijk uitgerekend? Nou, de afname. Oké, okay, C. Dan zeggen ze, een laborant meet de waarde na 5 dagen en 3 dagen later meet hij nog een keer die waarde. Uit de metingen blijkt dat in deze 3 dagen het BZ2 met 50 milligram per liter is afgenomen. Komt deze afname overeen met de afname die je verwacht op basis van de formule? Oké, okay. Dus eigenlijk willen we weten wat er gebeurt op tijdstip 5, hè? En dan 3 dagen later, dat is tijdstip 8. Dus we willen weten wat die getallen zijn. Nou ja,
Die zijn op de rekenmachine natuurlijk gewoon F5 en F8. Dus die kunnen we wel even opschrijven. Maar wat we ook kunnen doen, kunnen ze ook meteen van elkaar afhalen in de rekenmachine. Dus ik zal ze eerst even gewoon uitrekenen. Dus F5, dat is dit. 129, 100 puntje, puntje, puntje. En F8, dat is deze. 7700 nog wat. Zo. Nou, en dat moet je dan van elkaar afhalen. Dus in plaats van dat je dit gaat overschrijven, kan je natuurlijk ook gewoon doen. Ik wil deze. Min. Deze. Nou, en dan komt er uit 51,26. Dus volgens de formule is de afname, dat is dus die 129, nog wat, min die 77,97. Je ziet, ik heb het eigenlijk in de verkeerde volgorde van elkaar afgehaald. Hè. Je wil de afname weten, dus dan moet je doen F5 en F8. Maar ja, als ik gewoon het minteken onder het tapijt schrijf, dan werkt het. Dus 51,3. Ja, komt dat dan overheen? Ja, dat komt niet helemaal overheen. Het komt een beetje overheen. Maar het is niet dat het 59 is of 61 of zo. Dus ik noem het gewoon niet helemaal overheen. Het is een beetje een kwestie van interpretatie. Van of je dit nou vindt dat het overeenkomt of niet. Daarom hou ik een slag om de arm, zeg ik, komt niet helemaal overeen. Het is een beetje flauw om zoiets te vragen. Oké, nou. Zullen we dan ook nog even kijken naar 10? En misschien kunnen we ook nog even een tabelletje doen van pagina 16. Oké, ik ben nu toch bezig. Som 10. Som 10 zeggen ze, het aandeel hernieuwbare energie neemt gestaag toe. In 2015 nam het gebruik van biomassa 3,89% van het totale energieverbruik voor zijn rekening. Dit aandeel neemt jaarlijks met 0,21 procentpunten toe. Dus in 2016 was het aandeel 4,10%. Dat is dus gewoon die 3,89 plus die 0,21. Hè. In 2015 was het aandeel van zonne-energie 0,25% van het totale energieverbruik. Dit percentage neemt exponentieel toe met een factor van 1,35 per jaar. Bereken het percentage van het totale energieverbruik in 2023. Bereken het percentage van het totale energieverbruik dat in 2023 afkomstig is van biomassa en zonne-energie samen. Rond af van 2 decimalen. Oké. Dus, we hebben informatie over 2015. In 2015 heb ik een biomassa en ik heb ook zonne-energie. Oké. Nou, en die biomassa, het percentage van die biomassa was 3,89. En dan gaat steeds, elk jaar gaat er 0,21 bij. Dat hebben we net gelezen. En van zonne-energie was het 0,25%. Maar dat gaat elk jaar keer 1,35. Oké, dus je kunt nu formules gaan maken. Je kan ook gewoon zeggen van nou, ik moet naar 2023 rekenen. Hè, dat is 8 jaar. Dus ik kan dat nieuwe aandeel van die biomassa kan ik uitrekenen met 3,89 plus 8 keer die 0,21. Nou, dat rekenen we uit. Dus 3,89 plus 8 keer 0,21 is 5,57. En voor de zonne-energie moet je zoiets doen. Alleen dan ga je elke keer 1,35 doen. En de formule die je dan krijgt is 0,25 keer 1,35 tot de macht 8. Dus dat is 0,25 keer 1,35 tot de macht 8. En dat is 2,76%.
En ja, eigenlijk heb ik hier alvast afgerond op 2 decimalen. Normaal gesproken mag je tussenantwoorden, die moet je altijd een decimaal meer geven. Maar ja, deze is onafgerond, dus omdat je het gaat optellen, ja, maakt het niet uit of je nu al gaat afronden op 2 decimalen of straks pas. En voor de mensen die goed hebben opgelet, hier herken je de structuur van de lineaire formule. Hè? Begingetal plus tijd keer de richtingscoëfficiënt. En hier krijg je ook begingetal keer groeifactor keer de tijd. Zie je de structuur? Nou, dat hoop ik dan maar. En dan, ja, dan moeten we deze getalletjes bij elkaar optellen. Dus dan hebben we die 5,57 plus 2,76. En dat geeft 8,33. Dus 8,33% van het energieverbruik is afkomstig van biomassa of zonne-energie. Nou, hartstikke leuk. Goed, nou, en dan stel ik voor om ook nog even te kijken naar som 13 of 14. Ik vind ze erg op elkaar lijken. Maar 14 is een A-opgave, dus ik denk dat ik jullie gewoon... stel dat je dit in 14 nou niet volgt, dan kan je gewoon meekijken met 14 en dan kan je daarna 13 nog even zelf proberen. Ik denk dat dat wel goed kan werken. Zo... eventjes een bord verplaatsen. Dan hebben we hier die 14. Oké, luchtdruk neemt af met de hoogte. Ze hebben een of andere tabel gegeven. Nou, die neem ik heel even over. We hebben de hoogte en we hebben de luchtdruk. In de natuurkunde wordt vaak de hoofdletter P gebruikt voor luchtdruk. Die hoogte die gaat in stapjes van een kilometer omhoog. En die druk die gaat omlaag. Het begint bij de gewone huis- en keukenluchtdruk die we hebben. Maar dat neemt dan steeds een stukje af. Het lijkt net of het lineair gaat en met ongeveer 100 eraf. Maar hier in die laatste stap is het toch wel heel duidelijk dat het niet lineair is. Want ja, dit is toch echt wel een stuk minder dan 100 eraf. En dit is iets meer dan 100 eraf. Dus de vraag is dit een exponentieel verband? Nou, we hebben in de les gezien dat als je wil zien dat iets een exponentieel verband is, dan moet je zorgen dat deze stapjes allemaal even groot zijn, anders werkt het niet. Nou, deze zijn gelukkig allemaal even groot. Dus nou moet je deze door elkaar gaan delen. Dus dan doen we 903 gedeeld door 1020. En dat is, dus even opschrijven, 903 gedeeld door 1020 is 0,885. Oké. Nou, en dan doen we ook met die 800 gedeeld door 903. Zie je dat? Even kijken hoor. 800 gedeeld door 903. Dat is ook 0,885 puntje. Oké. Nou, dan gaan we die ook nog delen. Dus dan doen we 708 gedeeld door 800. Dat is precies 0,885, zie je dat? Dat is grappig. Ja meneer, ik lig helemaal dubbel. Nee. Dus hebben we hier die 0,885 zonder dat er nog iets komt. En dan doen we die laatste ook maar even. 627 gedeeld door 708 geeft ook een 0,885 die dan bij afronding weer omhoog gaat. Dus dat is 627 gedeeld door 708. Nou, je ziet dat die getallen zijn allemaal ongeveer gelijk. Dus als je dat netjes wil opschrijven, dan zeg je de quotienten. Want een uitkomst van een deling heet de quotient. De quotienten zijn bij benadering, nooit precies hè, bij benadering gelijk. Dus er is een exponentieel verband. Dat is leuk. En nu zeggen ze van ja, ik moet H in kilometers gaan geven. Dus in som A was de hoogte in meters. Maar in som B is de hoogte opeens in kilometers. En dat is om je te helpen. Want in meters kan je de formule nog niet maken, maar in kilometers wel. En later in het hoofdstuk gaan we leren hoe je dat ook met meters kan doen. Dus in B gaan we uit van deze H. H 0, 1, 2, 3, 4. Oké.
Dus we hebben nu. Oh, jij moet hier ook. Dit is ook som A. Ja. Het is allebei som A. Een beetje verwarrend. Nou goed, in ieder geval, we moeten deze gebruiken. Het voordeel namelijk van deze is dat we het begingetal kunnen aflezen. Dat is 1020. En omdat dit een stapje van 1 is, hè, heb ik hier ook de groeifactor. Die is 0,885 of 0,886, als je dat graag wil. Hè. Deze twee waren omhoog afgerond. Deze was naar beneden afgerond. Dus die was exact. Ja, het maakt mij niet zoveel uit of je 0,885 of 0,886 zegt. Maar die formule, die wordt dus... de luchtdruk, P, is 1020 keer 0,885 tot de macht H. En als je dan voor H nullen vult, wordt het 1020. Als je 1 vult, wordt het die. Zullen we het even controleren? We zetten het er even in. Dus dan gaan we naar die grafieken. Dan halen we die zooi van net, die halen we even eruit. Maar we kunnen hem gewoon aanpassen natuurlijk, hè. Zo. Oké, dus de formule zou moeten zijn 1020 keer 0,885 tot de macht x dan, hè, in rekenmachinetaal. Zo. En dan gaan we hier een tabel van maken. Nou, 1020 hebben we hier afgerond, hè, die 903. Die is een beetje aan de kleine kant. Die ook. Ja, omdat we dus naar beneden hebben afgerond met 0,885 zijn die getalletjes wat kleiner. Maar je ziet dat hij het wel doet, hè. Dus dat is mooi. Nou, en bij B zeggen ze, een expeditie heeft op een hoogte van 7500 meter een kamp opgeslagen op de Mount Everest. Breken de luchtdruk op die hoogte. Nou, 7500 meter, hè, dat is 7,5 kilometer. Dus wat je moet doen is, je moet in de formule die we net hebben bedacht, moet je voor H 7,5 invullen. Dus je zegt 1020 keer 0,885 tot macht 7,5. De uitkomst is dan een schatting van de druk op die Mount Everest. Nou, hier is het kansloos, want die 7,5 zie je niet, hè. Dus kunnen we misschien zorgen dat die stapjes van een half neemt, dat we het uit de tabel kunnen aflezen? Ja, hier. Zie je dat? Je kan een stap geven van een half. En dan krijg je het ook bij halve. Dus ja, je kan het. Dit toets je natuurlijk gewoon in de rekenmachine in. Maar dat doe je dan niet. Dan zeg je gewoon, oh, het is 408. 410 zou waarschijnlijk een betere schatting zijn, omdat het niet zo nauwkeurig is. Maar ik vind het allemaal goed. Dus dit is de druk. Dus niet zo hoog. Die druk is behoorlijk laag. En als je dan gaat klimmen, dan, ja, dan moet je oppassen met je zuurstof en dat soort dingen. Dus nou, was leuk om even naar deze sommen te kijken. Dank jullie wel voor de aandacht. En dan sluiten we nog even af. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.